Ziekenhuizen in Mechelen verhuizen naar één gloednieuwe campus, het AZ Sint Maarten. Dat is een hele onderneming. In 3 dagen tijd moeten zo'n 300 patiënten verhuizen. Er worden 27 ziekenwagens en 135 vrijwilligers voor ingezet. Want zieke mensen verhuizen is nooit zonder risico. Welkom in het nieuwe ziekenhuis, meneer. De laatste patiënt van de dag is meteen ook de vrolijkste. 143 mensen zijn vandaag verhuisd naar het nieuwe ziekenhuis. Bij elke stap worden alle patiëntengegevens gecontroleerd. Hallo. Ik kan u nog eens scannen voor de laatste keer. Goed? Voor de grote verhuis zijn 135 vrijwilligers en 27 ziekenwagens ingezet. Bij de ziekste patiënten zit een arts mee in de ambulance. Hetgeen wat je zeker niet graag zou horen is dat een patiënt valt tijdens een transport. Zeker en vast niet. Dat kan mislopen. Maar onderweg kan een patiënt ook heel plots ziek worden. Het grote verschil met een transport naar huis, normaal, is dat patiënten hier bij ons nog echt in zorg zijn. Dus ze zijn echt ziek nog. Dat maakt toch wel elk transport een risico. Milou is 1 dag oud en de jongste die vandaag verhuist. Al is haar papa nog niet helemaal mee. Kamer 17, maar hoe dat je hier geraakt, dat weet ik niet. Het is hier blijkbaar een beetje een doolhof en hij vindt nog niet onmiddellijk mijn kamer, maar hij zal er wel geraken, denk ik, hoop ik toch. Het nieuwe ziekenhuis telt 650 bedden. De moderne kamers maken indruk. We hebben een heel mooi uitzicht hier. Allemaal op groen, op bossen. Het zonnetje schijnt binnen. Beter kunnen we niet hebben, hè? We zitten hier op een goed hotel. En ook de papa heeft de weg intussen gevonden.